In deze video vind je 5 interessante verhalen die je moet zien. Je zal verbaasd zijn over de buitengewone manier hoe deze misdrijven zijn opgelost. Kijk de video af tot het eind om erachter te komen wat de reden is van enkele kinderen die lagen in de vorm van een pijl. Druk ook op de abonneerknop met de bel aan en geef de video een like als je van politieverhalen houdt. Vijf, van een tattoo tot een arrestatie. Sommige criminelen zijn trots op de misdrijven die ze plegen. Ze scheppen er vaak over op en vertellen het graag aan hun soortgenoten. Zo heb je van die criminelen die op een gedekte manier hun misdrijven als trofeeën, om het even zo te noemen, laten tatoeëren op hun lichaam. Vaak zijn het bendeleden die dit doen om te bewijzen aan andere criminelen hoe hard en meedogenloos ze zijn. Voor deze crimineel liep het plaatsen van zijn misdaadtattoos toch heel anders af dan hij in eerste instantie had gedacht. Een moordzaak was 7 jaar lang onopgelost gebleven totdat een politieagent achter de schuldbekentenis kwam van de misdadiger op een zeer ongebruikelijke manier. In 2008 werd Anthony Garcia gearresteerd omdat zijn rijbewijs was vervallen. De man werd geïdentificeerd als een actief lid van de beruchte bende Rivera 13. Hij werd toen gefotografeerd met zijn talloze tattoos door de politie. Op dat moment hadden de tattoos geen betekenis en hij werd vrijgelaten. Toen politieagent Kevin Lloyd later beter naar de details keek van de tattoos, deed hij een verbluffende ontdekking. Op de borst van Garcia is een tattoo te zien van een man met het lichaam van een pinda, wat bendejargon is voor een rivaliserend bendelid. De man wordt beschoten door een heleboel kogels en valt neer bij een slijterij. Het inktwerk laat verder zien hoe hij wordt neergeschoten door een geanimeerde helikopter. Garcia's bijnaam was Chopper. Dat is een Engelse afkorting voor helikopter. Aan de hand van de gedetailleerde tekening, met als titel Rivera Kills, werd Garcia erin geluisterd om een mondelinge schuldbekentenis af te leggen aan agenten die zich voordeden als bendeleden. Hij werd toen gearresteerd voor de moord van John Juarez, die in 2004 werd neergeschoten op de plek zoals die te zien is op de tattoo. Denk je dat Garcia achteraf spijt had van zijn tattoos, of kon het hem weinig schelen dat hij werd gepakt? Laat je mening achter in de comments. 4. Actie 8-jarige vindt de inbreker. Het slachtoffer worden van een inbraak is een vervelende gebeurtenis dat niemand zou hoeven mee te maken. Landon Crabtree en zijn ouders uit Manchester, Tennessee in Amerika werden ook het slachtoffer van een inbraak in 2012. De dief die hun huis was binnengetreden had waardevolle spullen van het gezin meegenomen, waaronder juwelen, elektronica en 2 iPads. Ouders die dachten dat ze hun spullen nooit meer zouden terugzien, gingen verder met hun leven. Maar het zat de 8-jarige Landon niet lekker dat zijn iPad was gestolen. Ondanks dat hij een nieuwe iPad kreeg van de verzekering, gaf de jongen de zoektocht naar zijn geliefde iPad niet op. Hij downloadde de gratis Find My Phone app, die trouwens ook werkt voor iPads. Nadat hij alle informatie goed had ingevuld, wist hij de locatie van zijn gestolen iPad te achterhalen. Het lag in een nabijgelegen hotel. De jongen wist zijn ouders, die in het begin sceptisch waren, te overtuigen dat hij de locatie van de iPad wist en dat hij de inbreker had gevonden. Ze maakten toen contact met de politie, die op onderzoek uitging in het hotel. En raad maar eens wat ze daar vonden. Precies ja, Landon's iPad. In een van de kamers van het hotel vonden ze de spullen van het gezin terug plus andere spullen ter waarde van €313.000, vermoedelijk afkomstig van andere inbraken. Landon was natuurlijk dolblij met het terugvinden van zijn iPad en zei dat hij FBI-agent wilt worden wanneer hij ouder is. De dief werd gearresteerd voor de inbraak in het huis van de Landon-familie en het blijkt dat hij ook werd gezocht door de politie voor criminele daden in een andere staat. Voorlopig zal deze man aan niemands iPad komen. En nu weet je meteen hoe je een verloren of gestolen iPad kan terugvinden. Handig toch? 3. Reddende cowboy op parkeerplaats. Je moet als dief echt pech hebben dat je op een dag denkt, vandaag ga ik een fiets jatten en dan overkomt je dit. Zet je schrap voor een amusant rodeoverhaal. Maak kennis met Robert Borba, een echte authentieke cowboy met een traditionele cowboyhoed, een paard en natuurlijk een lasso. Deze levensechte cowboy werkt op een landgoed in Eagle Point, Oregon in Amerika en verkreeg in 2016 ineens bekendheid. Echter niet vanwege zijn vakbekwaamheid met de koeien op de boerderij, maar om wat hij deed op de parkeerplaats van een Walmart. Gezeten op zijn paard ging Robert naar Walmart om wat boodschappen te halen. Aangekomen op de parkeerplaats hoorde hij een vrouw schreeuwen dat iemand haar fiets had gestolen.
De vrouw riep om hulp om de dief te stoppen. Hij keek om zich heen en zag de dief opeens voorbijrijden op de gestolen fiets. Aan de camerabeelden is te zien dat de man zo snel voorbijrijdt dat je hem niet kon pakken als je hem te voet achterna zou zitten. Wat Robert toen deed, was wat elke goedhartige cowboy zou doen. Hij ging de dief achterna met zijn paard, haalde zijn lasso tevoorschijn en strikte de man aan zijn enkel met een touw. Toen de man gepakt werd, vroeg hij aan Robert of die een politieagent was. Vervolgens belde de cowboy de politie en probeerde uit te leggen dat de man vastzat aan zijn touw. De telefoniste kon niet geloven wat ze hoorde. Enkele minuten later kwam een politieman ter plekke en was verrast om wat hij zag. De dief had zich vastgeklampt aan een boom, terwijl zijn enkel vast zat aan het touw die Robert stevig vasthield al zittend op zijn paard. Om ervoor te zorgen dat je nog door kunt blijven genieten van leuke top 10 video's zoals deze, moet je je snel abonneren met een rinkelend belletje. Vergeet ook de duim niet in te drukken, want dan weten we dat je deze video een topper vindt. 2. Ontvoering na 17 jaar door het lot opgelost. Het ergste wat een nieuwe ouder kan ervaren is het kwijtraken van een pasgeboren kind. Of het nou om een sterfte gaat of een ander vreselijk geval zoals een ontvoering. Vooral de moeder moet het zwaar te verduren hebben wanneer zo'n dramatische gebeurtenis zich voltrekt. Want het is niet gemakkelijk om een kind 9 maanden lang te dragen in je schoot om het vlak na de geboorte ineens kwijt te raken. Als ouder anticipeer je op de blijde ontmoeting met je kind, maar denk nooit dat iets vreselijks als sterfte of een ontvoering je kan overkomen. Celeste en Morn Nurse waren in blijde verwachting van hun eerste kind. Helaas maakten ze zoiets pijnlijks mee toen hun dochter Stephanie Nurse 3 dagen na haar geboorte in een oogwenk werd ontvoerd uit het ziekenhuis. Op 30 april 1977 verdween de pasgeboren baby uit Woodstock, Zuid-Afrika. Volgens de politie werd het kind meegenomen terwijl de moeder sliep. Ze deden van alles om haar terug te vinden. Ondanks de vele pogingen konden ze de baby niet vinden. Toch werd Stephanie's verjaardag elk jaar gevierd. De ouders bleven geloven dat ze hun dochter ooit zouden terugvinden en kregen nog 3 kinderen. Toen hun tweede dochter Cassidy met de middelbare school begon, nam het lot een opmerkelijke wending. Er zat namelijk een ander meisje op school die opvallend veel leek op Cassidy. Overtuigende gelijkenissen wekten een sterk vermoeden dat de twee meisjes zussen konden zijn. Na tussenkomst van de politie en DNA-testen werd de waarheid duidelijk. Stephanie, de vermiste baby, was na 17 jaar eindelijk gevonden. Wat ook bijzonder is, is dat het meisje al die tijd niet ver woonde, nog maar net enkele kilometers van hun vandaan. De biologische ouders waren dolgelukkig dat ze hun dochter na al die jaren terug hadden gevonden. 3. En nu het verhaal van de kinderen die liggen in de vorm van een pijl. De politie komt snel achter de reden. Wat als een leuke goede vrijdag van paaseieren zoeken begon, veranderde plotseling in een andersoortige jacht door wat onverwachte gasten. Een aantal ouders en hun kinderen waren op die bewuste vrijdag vertrokken naar Capel in Surrey, een plekje buiten Londen om de paasdag gezellig met hun gezinnen door te brengen. Rond dezelfde tijd werd er een inbraak gepleegd in een nabijgelegen gebouw. De 2 verdachten die betrokken waren bij de inbraak waren vermoedelijk naar de plek gevlucht waar de eierjacht werd gehouden. Met een helikopter zat de politie hen achterna en kamde het gebied af. De gezinnen die zich op het veld bevonden zagen de 2 voortvluchtige mannen op het veld rennen, terwijl de helikopter boven hen vloog. Ze wisten meteen dat het om een achtervolging van de politie ging. Een groepje kinderen, die hadden gezien in welke richting de misdadigers naartoe waren gerend, deden toen iets dat niemand zou hebben verwacht. Ze reageerden heel snel en in plaats van op paaseitjes te jagen, deden ze mee aan de klopjacht van de politie. Terwijl de helikopter al zoekend nog boven hun hoofden zoemde, gingen een aantal van de kinderen snel op het veld liggen in de vorm van een pijl die wees in de richting van de gevluchte mannen. De piloot van de helikopter, die opeens de grote pijl vanuit de lucht opmerkte, begreep meteen wat de kinderen bedoelden met het teken. De politie kwam snel achter de reden van de pijl en de informatie over de locatie van de voorvluchtigen werd toen gelijk doorgespeeld naar de politieeenheden op de grond. De 2 verdachten werden hierna zonder moeite gearresteerd. Dankzij het snelle denken van de dappere en slimme kinderen konden deze 2 criminelen onmiddellijk opgepakt worden. Dat is zeker een eierjacht, of beter gezegd een klopjacht, die ze nooit meer zullen vergeten voor de rest van hun leven. Welke van deze interessante verhalen vond je het leukst? Laat het ons weten in de comments. Doe ook de duim omhoog, zodat we weten dat je hebt genoten van de video. En vergeet je niet te abonneren met de bel aan om al onze nieuwe video's meteen te kunnen bekijken.